Hallo allemaal, ik ben Toad en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Overwatch in Counter-Strike Global Offensive. We gaan in deze aflevering weer proberen cheaters te pakken te krijgen. We gaan er gewoon voor zorgen dat deze cheaters uit het spel gaan en dat wij leuke Counter-Strike kunnen spelen. Dat gaan we doen. En nou ja, voor de mensen die al de eerste drie afleveringen hebben gezien, er is wat fout gegaan. Even kijken. De derde aflevering, volgens mij. Ja, die zou eerst de derde aflevering worden. Heb ik vorige aflevering ook al verteld. Is helaas gecrashed. Dus dat is niet zo mooi. Dat was een griever. Die aflevering daarna ga ik niet zeggen wat er dan gebeurde. Als je die wilt zien, dan moet je die maar morgen zien. Gelukkig ging die aflevering wel goed. Dus de echte aflevering 3, die niet gecrashed is, die heb ik al gemaakt. En dit is aflevering 4. Dus we gaan kijken, jongens. Of dit een hacker is. Of dit een griever is. Misschien wel een wallhacker of een aimhacker. We gaan het zien. Ik hoop dat het gewoon een leuk mapje is. Misschien Mirage of zo. Die hebben we nog nooit gehad in onze serie. Het is dus 2. Het is een hacker. We gaan het zien. Het is een counterterrorist. Onze hacker. Hij heeft geen skins. En hij heeft een Death Eagle. Nou, dat betekent dus een hacker. Even kijken. 6 om 6. 1400 money. 66% headshot percentage. We gaan het zien. Hoe die het ervan afbrengt. Even kijken. Ze zijn allemaal op mid. Waarom check je eerst die? Nou ja, dat zou... Oh, shit. Waarom check je eerst die corner? Nou, dat kan. In principe kan dat. Maar ik vond het wel een beetje... Oké, die wordt al gekilled. Ja, hij pakt de AWP. Is heel verstandig. Hij is op B, jongens. Wordt wakker. Oké. Nou... Hij gaat gewoon campen. Het zou natuurlijk perfect zijn als al die counterterristen even doodgaat. Dan kan die suspect even laten zien hoe hij aan het cheat is. En dat gebeurt niet, want de terrorist is dood. Oké. Nou, die smoke was pleuris bad, maar dat maakt niet uit. Ze hebben de defuse. Of hij gaat hem nu grieven. Gaat hij hem grieven? Gaat hij hem grieven? Come on, doe het. Snij hem in zijn nek. Nee. Misschien grieven. Ik vind dit grieven. Maar ik weet het nog niet zeker of dat... kom op. Dat is... ik weet niet. Dit is wel echt... Sowieso die hele counterterroristen zijn aan het trollen over grieven. Want ze hadden hem kunnen defuse en ze doen het gewoon niet. Dus... Maar ik denk dat het niet grief is. Want hij dacht gewoon van, kom op, defuse hem en anders defuse ik hem. Dus ik denk dat het geen grief is. Ja, dat is toch pittig jammer. Ja, dat is gewoon pittig jammer. Ja. We gaan kijken, jongens. Want ze staan ver achter de counterterroristen. We gaan eens zien hoe ze het ervan afbrengen. Even kijken. Wat heeft de suspect nou? Weer een deagle. Maar hoeveel geld heeft hij dan? Hij heeft 1500 money. Hij kan een... Oké. Dat is wel logisch. Nou, we gaan het zien. Oké. Ja, dat is redelijk obvious, want hij liep gewoon niet stil. Dus dat is best wel dom. Hij heeft sowieso geen aimhack. Dat zie je, dat voel je gewoon. Kijk, hij lockt hem ook niet. Ja, dat was wel een lichte pre-fire. Dat zou een pre-fire kunnen zijn, maar we gaan het zien. Ze zijn allemaal op mid nu. Dus je zult toch echt naar mid moeten als je meer kills wilt maken. Dat gaan ze ook doen, denk ik nu. Ja, er rust nu één rust in tunnel. Die kan nu via de bovenkant van Suicide pakken. Dat is niet gebeurd, want één zit volgens mij met AWP. Hij heeft een AK, dat is wel leuk. Oké, wat gaat hij doen? Hij is een beetje aan het niet weten wat hij wil. Hij is ook niet stil. Hou op met je wapens. Doe stil. Oké, dat is gewoon legit. Is gewoon legit. Er zit één nog op long. Dat heeft hij niet door. Dus hij heeft sowieso geen aim assist of wall assistance op lange afstand. Dat weten we zeker. Hij heeft nog steeds niet door dat hij op A zit. Hij is zo druk met zijn shit, jongens. Dat is echt zo vervelend. Nou ja, maakt ook niet uit. Ze campen de bom gewoon goed. Nou worden ze misschien wakker dat hij misschien op A kan zitten. En daar gaan we. Dat was een Zeus. Niet nodig volgens mij. Oké. Ja, hij heeft hem wel.
Ja, oké. Oké. Nou ja, dat kan gewoon. Even kijken, wat gaat hij doen? Hij smoked mid. Perfect. Dat is wel een goede smoke. En ze komen naar B, dus hij gaat ze ontmoeten. De counterterroristen. Ja, hij ziet hem. En mis. En pakt de AWP. En kneus. Hij heeft wel één. En toen ging hij dood. Volgens mij is dat niet echt heel verdacht, jongens. Misschien dat ene punt dat hij... Nou, op zich, hij was zelf niet aan grieven. Hij heeft geen skins, dat is zo verdacht. Maar ja, natuurlijk, dat kan. Oh ja, grieven. Sowieso, nu is grieven. Nu ga ik hem zo... Dit is een grieven. Gaat hij meer doen? Gaat hij meer grieven? Oh, hij is gekild door zijn teammate. Holy shit. Wat was dat? Oh, maar hij begon. Dus ik, ja, sowieso, het is een grief. Dit is de jongens, we hebben de grieven te pakken. We hebben sowieso nu een grieven te pakken. Maar hij heeft wel niet echt iemand gekild. Misschien gaat hij dat anders doen. Ja, hey. Even dat. Ja. Ja, hey, hier. Komt ie. Ja, ja. Hey. Ga dood. Sterf. Hey. Ja, kill hem. Doe het. Doe het. Doe het. Kill hem. Ja. We hebben hem. We hebben de grieven te pakken. Oh shit. Hij is aan het grieven, jongens. Oh, wat een hond. Wat een hond. Serieus. Ah, hij is niet aan het hacken. Dat had ik ook wel door dat hij niet aan het hacken was. Nee, gewoon normaal. Hey. Hey, daar zijn ze allemaal, joh. Niet stil. Dus ik weet dat hij... Ja. Yeah. Yeah. What the freak? Wow, dat was echt een lucky spray, ouwe. Hij is wel goed, alleen... Ah, oh, zo jammer dat hij aan het grieven is. Heeft hij. Yeah. Het is gewoon pech. Hij had gewoon eerst geluk en toen pech. Het is gewoon een grieven, klaar, punt. Het is gewoon een grieven. We hebben de aflevering, die is gewoon gecrashed. Die hebben we nu zeg maar een soort van terug. En we hebben gewoon nog een grieven. Oké. Okay. Ja, geweldig. Even kijken, wat gaat hij doen? Wow, whoops. Flash de boel. Nou ja, gewoon een grieven, joh. Ja, wat gaat hij nu weer doen, hè? Gaat hij nog meer grieven? Of is het genoeg geweest? We gaan het zien. We gaan hem in ieder geval... Een paar weken gaan we hem uit het spel sturen. Want dat is het geval als je voor grieven gereport wordt. Waarschijnlijk ben je dan gewoon een paar weken of zo. Of misschien wel een maand ben je spel kwijt. Dus, nou ja, dat is ook niet fijn natuurlijk. Kijk daar, links, links. Links zit één. Wow. Kerel, die stump is ook gewoon aan het grieven. Kan ik die niet reporten? Holy shit. Ja, je hoort gewoon niet te grieven. Klaar, punt. En ja, als je het doet, is het heel sneu. Maar dan moet ik je gewoon het spel uitsturen. Zo simpel is het. En daar ben ik voor als Overwatch manneke. Zo, hij is echt niet aan het cheaten, joh. Anders had hij het al lang gewonnen. Hij heeft gewoon niet door dat hij al op site is. Ja, dit is echt geen... Ja, hier wordt een bomplant, hier. Geen lock. Ja, hoort hem. Klaar. Huppakee. Finito. Hij is gewoon een goede speler. Hij heeft geen skins. Nou ja, dus die skins zal je ook niet voor een paar... Ja, voor een tijdje kwijt zijn. Want, ja, maar je hebt geen skins. Dus zo simpel is het. Wat gaat hij doen? Ja, AWP. Ja. Ja, ja, zeer jammer. Die momentjes van grieven waren gewoon fataal voor jouw accountje. Voor een tijdje dan, hè. Nou, wat ga je nog even wat meer doen, hè? Nou, knife battletje? Ja, doe maar. Doe maar. Doe het. Je kan het wel. Je kan het wel, gewoon. Oh, hij staat AFK. Is ook nog een griefactie. Ja, dan gaan ze hem knijven. Ze worden gek van hem. Ze schieten hem. Hij beweegt wel. Oh, wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Naar B. Oh, met z'n drieën. Eén kluitje. Wat gaat er gebeuren hier? Ja, hij wordt nu neergehoekt waarschijnlijk door zijn teammate. Nee, niet eens. Oké. Okay. Stump. Ja, stump. Ja, hier. Oh, nee, hij heeft gewoon een goede AWP-schot. Nou, ik denk dat dit het wel was voor de grief. Voor de grief-actie. Maar ja, die mensen moet je natuurlijk ook weten te reporten. Mensen die aan het freaking grieven zijn. Komt-ie. Boom. Ja, goed reactie. Ja, hier krijgt hij weer een knife.
Ja, hij wil het doen. Maar anders wordt hij gekickt, dus dat kan hij ook niet doen. Ja, slechte flash. Achter je zitten nog twee mensen. Ja, hij heeft sowieso geen aimhack. Nou heeft hij dan een no-scope. Huppakee. Hier schiet hij. Nou, schiet hij hem waarschijnlijk dood of niet. Nee. Nou ja, wij weten genoeg, jongens. Het is geen hacker. Maar het is een griever. Dus je mag even voor een paar weken gewoon even lekker pauze nemen. Kan even niet meer CSGO spelen. Jongens, bye bye for great time. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende Overwatch. En we gaan volgende Overwatch gewoon even weer lekker verder. En ik zal het niet meer hebben. Oh, ik ga het nog één keer erover hebben. Ik zal het niet meer hebben over die verloren aflevering. Het is gewoon wel wat zonde, weet je. Ik bedoel, ik ben wel iemand die, als ik iets kwijtraak. Ik bedoel, mijn hele PC was ook gecrashed. Dat vond ik ook echt niet leuk. Als ik iets kwijtraak, ben ik wel iets van, ah shit, dan kan ik er echt van balen. Maar het is maar een aflevering. En ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Laat even like achter als jullie dat niet erg vinden. En nou, dat jullie dit leuk video vonden. Bedankt voor het kijken. En tot bij een volgende video van Overwatch. Ja, dan gaan we weer proberen cheaters te gaan we cheaters ontrafelen. Doei doei!